het grondgebied van de stam Ruben. Mozes had aan de families van de stam Ruben het volgende grondgebied toegewezen. Het begon bij de stad Aroer aan de rand van het Arnondal, beter gezegd bij de stad die in het dal zelf ligt, en omvatte verder de hele hoogvlakte tot aan Medeba, dat wil zeggen Gesbon met de omliggende steden. Verder Dibon, Bamot Baal, Bet Baal Meon, Jahas, Kedemot, Mefaat, Kirjatamim, Sipma en Seret Hasachar, dat in de uitlopers van de bergen ligt. En verder nog Bet Peor, de rotskloven van Pisga en Bet Hayesimot. Kortom, alle steden op de hoogvlakte, ofwel het hele rijk van Sichon, de koning van de Amorieten, die in Gesbon heerste en door Mozes verslagen was. Mozes versloeg tegelijk de Midianitische stamhoofden Ewi, Rekem, Sur, Gur en Reba, die in Sichons rijk woonden en diens leger aanvoerders waren. Bovendien hadden de Israëlieten de waarzegger Bileam, de zoon van Beor, gedood. Dit was het gebied dat met alle steden en dorpen toebehoorde aan de families van de stam Ruben. De natuurlijke grens werd gevormd door de Jordaan.